Als je dan denkt dat we klaar zijn en het zwaarste gehad hebben, dan heb je het mis. Maar we gaan nou namelijk dubbele games doen. We beginnen met deze blauwe olifant. En wat er daarna verschijnt, doen we weer. Want deze heeft geen storyline. Dat wordt interessant. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Wario & Smooth Moves. Ik ben er weer, Zelda Play 20, terug bij een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering hebben we de Nunchuk erbij gedaan om te kijken hoe dat die minigames waren. En zo, die zijn de reacties nog niet kunnen lezen, het is nog steeds dezelfde opnamesessie. Maar in deze aflevering gaan wij naar Dumbo, Jumbo, of hoe je het ook wil noemen. En gaan we naar All Mixed Up. Je krijgt hier geen introfilmpje, je begint gelijk. En je krijgt hier gewoon alle minigames die we tot nu toe tegen zijn gekomen. Alle minigames die we tot nu toe tegen zijn gekomen en je moet heel snel reageren. En eerlijk gezegd, ik vind de muziek meh. Bro. Die reageert nog steeds niet. Maar ja, het grappige is, deze kunnen enorm snel gaan en we moeten dus 30 zien te halen. Willen wij iets unlocken. Nou, het begint gelukkig op level 1. Maar het wordt erger, geloof mij maar. Maar goed, dit brengt ons heel eventjes... Oké, headshot. Kon ik dat niet beter zo doen? Ik bedoel, zo hou je een camera vast, maar goed. Maar goed, hier, ja, zoals ik al zei, we kunnen alle minigames tegenkomen. Dus, lijkt me hartstikke leuk. Oké, we hebben de sketch. Hallo, ik kan echt zo niet tekenen met dit ding. De polsband zit ook een beetje los, maar dat maakt niet uit. Wat ik wel jammer vind, is dat je nou dus niet die ene stem krijgt. Waardoor dat wij gaan uitleggen voordat je de demo's op vorm betaalt. Onzin. Voordat je hem dus zeg maar houdt. Nou, levens, volgens mij kreeg je hier wel ook de boss battles. Waardoor dat je levens terug kon krijgen. Maar dat weet ik dus niet zeker. Het is te lang geleden dat ik dit eigenlijk gedaan heb. Dus ik weet niet meer precies of dat ze erin zitten. Ik weet niet, sommige minigames die willen echt niet lekker meewerken. Dus ja, krijg je bijvoorbeeld echt 4 games in een row die niet lekker mee willen werken. Dan ben je in één keer al je 4 levens kwijt. En dat is vervelend. Och. Oké. Ik zal eens even mijn polsbandje even beter vastmaken. Oeps. Mijn polsbandje beter vastmaken, ja, even. Nooit tijdens game eigenlijk doen, maar goed, ik ben. Oh. Wop. Yay! Dat verdient een bloemetje. Okay. Ja, ik laat dit keer je vingers zitten. Ook al had je er maar 3. Creepy. Zo te zien krijgen we op het moment geen boss stages. Ik bedoel, we zitten al op 19. Of 18, sorry. Oh, nee, niet deze weer. Oké, dat is goed. Ah, haar in mijn hoofd. Ah, haar in mijn hoofd. Ik heb hem niet op pauze gezet. Oké, dan maar even zo. Ja. Memories. Waar gaat hij een beetje snel? Ik heb niet snel dat hij denken gaat. Oké, level up. Krijgen we dan... Oh. Oké, dus je krijgt geen levens terug. We krijgen nu level 2 games, maar je krijgt geen levens terug. Dus we hebben hier geen poses. Helemaal niks. Engste vogel die ik ooit heb gezien. Maar je krijgt hier dus geen levens terug. Dus elke leven die je kwijt bent, jammer dan. Oké, gaat in één keer langzamer, maar... Omdat je level up gaat, maar... Kom maar daar staan. Dit kan lastig zijn. Ik bedoel, als we nou de 27 halen zonder een leven kwijt te raken... Ik bedoel, dan hebben we de unlock zeker gehaald. Maar dat is wel jammer, ik bedoel... Ja, die poses die maakten het leuk. En we hebben echt niet alle poses al gehad, Maar ja, dat gaat allemaal op random, dus daar kun je echt uren mee bezig zijn. Je weet hoe dat met farmen gaat voor Terraria, dus welke dag is vandaag nou? Donderdag? Oh ja, ik moest flippen en ik smijt hem tegen de... Maakt niet uit. Goed. Ik ga hem laag voor de zekerheid. Oh, nee. Oh, kom op. Ik moet die 30 halen, jongens. Ik heb hier echt zo geen zin om dit nog een keer te moeten doen. Kom op, geef hem die 30. Geef me die 30.
Het is wel jammer dat je hier dan die bos-dingen er niet tussen krijgt. En jij gaat gewoon naar bed. Dat vind ik wel jammer eigenlijk. Ik bedoel, die bossen die maakten het wel heel erg interessant. Oké, nou, we hebben hem... We hebben hem in ieder geval gehaald. We zitten over de 30 heen. Laten we kijken hoe hoog dat we kunnen komen. Oh, wat een irritante muziek. Kom op. Ik ben echt slecht in bowlen. Al moet ik wel zeggen, toen met dagje uit, volgens mij was dat toen met 1000, ik weet niet meer. Toen was ik heel goed met echt bowlen, maar je wilt mij dus echt niet werken. Goed, maar goed, we kunnen nou dus op quit drukken. En nee, dit wordt geen hele korte aflevering. Want er is namelijk een olifantenhoofdje bijgekomen. De rode, super hard. Extremely fast lift, deze gaat er super snel. Alles boven, niet in paniek raken. En je moet er minimaal 20 games van halen. En ook hier geen levens terug. Dit gaat super snel. Dus we gaan het gewoon doen. Hadouken. Oké, 20 kunnen we halen. The waiter. Hier gaat dus... Deze timing gaat gewoon super snel. Hij telt. Oh, echt sommigen die niet willen werken. Dat is gewoon... We moeten minimaal 16 games halen. Oké, discard. Hadouken! Oké, concentratie. Wat een concentratie. Oh, dit gaat snel. Echt hoofdpijn. Nee, de rest van me. Oké. Vingervoet. Oké. Gaat te snel. Oh, dit gaat fout. Ik had hem. Oké, big cheese. Het me. Ik kijk die kant. Ik moet zo snel veranderen. Ik heb nog niet eens de 20 gehaald. Mag ik hier een retake op? Oh, deze die is zo vervelend. Ik ben zo terug, jongens. Oké, we zijn er weer. We zitten op 17. Ik kan hem halen. Oké, mooi. Chauffeur. Toch ervoor. En de bar. Oh mijn god! Geweldig audiocommentaar dit! Hier. Binnen, buiten, goed zo. Oh mijn god, dit record. Ik doe het! Klaar! Ik heb hem! Oké, big cheese! Geweldig audio komt daar dit, hou je mond. I can do this. Oké, vinger. I won. Ik heb niks te doen. Hallo de 50? Zo wel. Tim Wrestler. Het zijn allemaal level 1 games, maar het gaat gewoon super snel. Nu doe ik hem. Haal hem. Kom op, haal de 50.
Haal de 50. We kunnen dit. Hadoe. Haal de 50. Oh, ja, maakt niet uit. Headshot. By Morty, and I was too slow and screwed as. Dit ging veel te snel naar mijn smaak. Ik had een high school rate in halen van 52 punten. Dus waarom was ik even kijken wat we in de loktrappen misschien. Oké, dan heb ik maar even een gele olifant. Only the heart of games will appear in the Sudden Death Building. Yeah. Plus, you can mess up even once. Good luck, you're gonna need it. Oh, and something good might happen if you clear 10 more games. Well, ik moet jullie zeggen, beste kijkers, dat deze behoorlijk vermoeiend was geweest. Heb je een leukste momentje van de paniekaflevering? Laat het weten in de reacties als je naar het eind vergeet. Druk op een mooie duimpje omhoog als je een like achter wil laten als je naar het eind vergeet. Ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering, wat waarschijnlijk misschien zelfs al de laatste aflevering misschien kan zijn. Dus tot dan. Doei! En als je het niet erg vindt, ik ga verrusten.